Lieve kermisvrienden, daar zijn jullie weer en welkom weer bij een nieuwe review. We staan vandaag in Geilenkirchen en dat ligt in Duitsland en dat is letterlijk vertaald geile kerken. Hier hebben ze kermis en dat heet Gelopark. Nou, dit is eigenlijk gewoon de kermis van Geilenkirchen. En normaal hebben ze hier kermis met Pinksteren in de voorjaar of Paas, een van die twee. Maar dat hebben ze dus verplaatst tot nu. Gewoon twee weekenden kermis, gewoon twee weken lang op hetzelfde terrein. En ja, dit terrein kan je heel makkelijk afsluiten. Dus ik ga even met jullie gewoon even een rondje eroverheen lopen. Ik zal mijn mondmasker weer opdoen en gaan melkkorven. Yo! En dan gaan we. It's number one. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koot, the white specialist. De kermis is wel wat kleiner dan normaal, want normaal begint de kermis al in Diestra met wat kraampjes en hier staan wat kraampjes. Maar ze hebben hier nu hier de ingang gemaakt. 1 euro entree is het. Dus we gaan even betalen en gaan we kermistrein op. De eerste zaak dat we tegenkomen, dames en heren, is een autoscooter. En wel de autoscooter van Grass. Of op zijn Nederlands gezegd, gras. Het is helaas niet zo druk op de kermis, dus de volgende zaak Crazy Dancer die staat er helemaal verlaten bij. Maar als er geen corona is, is deze kermis ook geen klappen hoor. Het is hier nooit echt heel erg druk. Ja, dat zou wel opvallen, want normaal staan hier dus hele andere zaken dan die er nu staan. Jaguarbaan staat hier normaal, maar nu staat de Muziek Express hier. Wat ik net zei, het is nooit druk hier, maar op een maandagavond en nu is het helemaal nooit druk. Er is trouwens wel vuurwerk, zag ik, vrijdagavond. Dus ze hebben wel gewoon nog een rampprogramma erbij om toch extra mensen te lokken naar deze kermis. Maar ja, ik zou ook niet weten hoeveel mensen hier op het trein zouden mogen. Ja, ik denk wel een duizendje, maar daar gaan ze never nooit aan komen deze week. Ja, we worden weinig bewegende beelden dus vanavond. X, een Force van Klingen staat hier ook, maar ja, daar zit ook geen beweging in. Zo zie je dit ding nooit en zo zie je hem twee kermissen achter elkaar, dames en heren. Want in Doornmagen stond hij er ook al, de Bayern Star. En normaal reist hij, zoals de naam al doet vermoeden, in Bayern. Maar blijkbaar jaagt corona hem naar het noorden toe en is hij nu hier aanwezig in Geilenkirchen. En dan komen we uit Glazen Dol tegen Crystal City van Obershell. Helemaal lastig. Kijk maar, je ziet echt helemaal niks. Ik heb nog steeds die bril op, dus het is voor mij even kijken. Even kijken waar we naar heen moeten hoor. Dan zijn we hier weer. Deze kant op misschien. Nederlandse muziek in Duitsland, dames en heren. Maar even kijken maar. Oh. Hier houden we een soort dark ride in. Nou, je ziet wat fietslampjes aan, hè? En ja, allemaal stangen waar je heen moet. Net als je in Nederland over de kermis heen loopt. Oh, wat is dit? Moet hier helemaal doorheen gaan kruipen. Dit is next level, dames en heren. Ahaha, wat kom ik hieruit, hè? Zo, jongens, nou, dat was het. Te gaan als hier onderaan, maar dan kom ik overheen. Nou, we hebben het eerste rondje erop zitten, dames en heren. We gaan gewoon nog een rondje lopen omdat het zo leuk is, want ik zie de Crazy Dance draaien.
hè? Ik vind de reviews waarbij je bewegende attracties te zien zijn veel leuker dan stilstaande attracties. Ik ga dit even filmen, de Crazy Dancer voor jullie. Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook wel een mooi wipje deze Crazy Dancer. Echt de kamer heen in. Ik moet zeggen, ik vind het sterkje wel mooi. Het zijn gewoon spiegels met multicolor letter in. Niet en al, zouden we nog niet? Nee, de show kon niet stuk vanavond. Er komt nog een beetje rook bij ook. De Express is voor Reminder, maar de Kesseltans is ook voor Reminder. In Duitsland hebben we die showstellerverbandjes en normaal staat Sony hier altijd met de breakdance. Maar omdat dit niet de showstellerverband is zoals normaal is, maar ja, een aparte corona samenwerking is, zijn hier hele andere zaken dan die er normaal hier staan. Dus ja, Sony staat hier niet met de breakdance. Sterker nog, er staat hier helemaal geen breakdance. Dus zo is Reminder opkomen dagen met twee zaken, want die dacht ook, ja, ik zet ze alle twee maar neer, hè. Ik vind trouwens wel een mooi lichtprogramma wat hij erop heeft zitten. Let maar op als die stroomverkoop uitgaat. X-Force van Klingen. Pas wakker, want ik zie dames en heren, de X-Force, super attractie! Alles naar voren. Jetzt geht's los. En geile Gier in omstreken, dames en heren. So, alles nach vorne. Schluss wird lustig. Jetzt geht's los. Sag mal, sagen wir hier. Jetzt haben wir Schwung in die Kiste. Abschluss. Er staan hier dus twee KMG-zaken, Tropical Dance en deze X-Force, maar ze lijken ook op elkaar. En ik doe zo'n X-Force ook liever dan zo'n Tropical Dance. Hier krijg je geen blauwe plekken in. En die Tropical Dance wel. Dan rijdt het net heen en weer. En dan stook je iedere keer je kont. En dat met deze niet. Ja, dit is wel weer kermis, hè, dames en heren. Daar gaan ze zoals dwars door die boom heen. Heidi, was ist es hier? Ik denk dat mensen zullen kiezen of voor de bank of voor deze, maar niet alle twee. Oh, en Leiden wil er nog. Yeah! Dat is nou zo überredend. Ja, Leiden wil nog. Leiden mag nog een, bank mag nog een, terug. Lekker hoor! Ah, das ist ja, ihr habt es gehört hier, wir landen mal wieder im Sack. Da mochten wir nach vor, amper 2 Minuten gedraaid, das valt wel een beetje tegen met 3 euro. Hadden we allemaal gaan over. En dan zien we weer het reuzenrakje, zullen we gewoon nog een ronde lopen? Nee, geintje jongens, we gaan de kermis verlaten, we gaan weer naar buiten. En dit was de kermis van Geilekerker, dames en heren. Ja, het was gewoon een meepakkertje, want Geilekerker ligt bij mij een paar minuten vandaan. Iets van 15 minuten, dus ik dacht, rijden er even heen op de maandagavond. Het is niet verder zo'n highlight.
Maar ik heb me hier toch nog even vermaakt voor die paar minuten dat ik hier was. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken bij deze review. We zien elkaar de volgende keer weer. En tot dan!